Ik ga er gewoon even bij zitten. Goedemorgen iedereen. Ik ben echt, zoals je kan zien, best wel gaar. Ik weet niet waarom, het is nu eens heel erg laat. Maar ik heb er even moeite mee vandaag. En het is momenteel 7:45. Dus echt totaal niet laat. Ik weet dat heel veel mensen eerder opstaan. Maar het wil vandaag eventjes niet lukken. Anyways, het leek ons leuk om vandaag weer te gaan vloggen. Want we hebben een hele volle dag met allemaal leuke dingetjes gepland staan. Allereerst waarom ik zo vroeg wakker ben. Nogmaals. Waarom ik nu al uit bed ben, is omdat ik zo meteen naar yoga ga samen met Tara. We hebben gewoon verderop in Utrecht, op de Twijnstraat is het, is Studio Natuurlijk. Daar gaan we lekker yoga hebben, vorige week ook gedaan. En dat beviel heel erg, dus we dachten, nou, we gaan deze keer weer terug naar deze locatie. En voordat ik dat doe, moet ik wel eerst even een klein beetje soort van gegeten of gedronken hebben, want anders is het misschien wel heel intens. Dus dat ga ik even snel doen en dan aankleden en op de fiets. Hallo, ik ben aangekomen op de Oude Gracht. Kijk dan zo mooi het hier is. En ik ga maar even snel oversteken en ik zag dat Tara al binnen staat. Dus it's time to get yoga. Ik heb echt geen idee wat ik nu loop te zeggen, jongens. Ik ben iets meer wakker, maar nog steeds iets volledig. There we go. Zo, het is weer even later. Ik zei trouwens eerder in de vlog dat het yoga was, maar het is yogi lates, toch zo? Yoga lates. Yoga lates. Dus het is een combinatie van pilates en yoga. En ik vond hem deze keer echt wel heel zwaar. Ik vond het heel moeilijk om bij te houden, maar wel heel chill. Ik ben heel zen nu. Ja, inderdaad. Dus we gaan nu heel snel naar huis, eventjes opfrissen. En dan gaan we verder met andere leuke dingen vandaag. Ik zie jullie over een paar minuten dus, waarschijnlijk. In ieder geval, voor jullie is het eigenlijk een seconde. Zo, ik ben inmiddels opgefrist en aangekleed. Dus ik dacht, ik ga jullie eventjes de outfit of the day laten zien. Het was super lekker weer, merkten we net buiten. Dus ik ga meteen gewoon voor blote benen, blote armen. Dus dit is de outfit voor vandaag. Nou, ik begin eventjes bovenaan. Ik heb hier een leuk kettingje met 3 verschillende laagjes. Deze is van Boohoo. En zit hier zo'n oogje op die ik wel heel erg leuk vind. T-shirtje van Iron Maiden. Geen idee wie dat is. Misschien een band, misschien wel een of ander ijzerbedrijf. Who knows? Ik heb hier een rok. Deze is ook van Boohoo. En ik heb deze zelf even iets korter geknipt, zodat hij hier een beetje zo lekker rafelt. Het was eigenlijk zo'n tall model. Dus zeg maar voor hele lange mensen. Dus daarom heb ik er even een stuk af moeten knippen. Hij zit nu echt helemaal perfect. Lekker hoog. Maar hij is ook weer niet te kort, zeg maar. En daaronder heb ik mijn Dr. Martens Jaden aangetrokken. Dus dit is de hele look. En ik neem nog even een bomberjasje mee en een rugtasje. En ik denk dat ik ongeveer over een half uurtje door Serena wordt opgehaald. Dus ik ben goed op tijd. Ik ga nog eventjes een koffie maken die ik misschien in zo'n to-go beker kan meenemen. Of nou ja, een half uurtje kan ik het misschien zelf ook wel opdrinken. Want mijn havermelk van vanmorgen, die bleek niet helemaal goed te zijn. Dus ik moet eventjes wat anders maken. Dus ik heb nog niet echt mijn koffie gehad. Maar goed, verder heel veel zin in vandaag. Veel gezelligheid. Weer is lekker, dus ik zeg dikke duim. Aww, nou, ze lopen wel door netjes. Hallo, ik zit in de auto met Serena en Tara. En Tara zit erachter. En Serena is super lief geweest om lunch voor ons te maken. Dus ik heb hier een broodje. En we hebben hier zelfs een salade met allemaal lekkers erin. Dus super bedankt, Serena. Alsjeblieft. En we zijn nu met z'n drietjes onderweg naar Den Haag. We gaan eerst even Serena helpen met een campagne die zij heeft. Ja. Ja? Ja. En daarna gaan we naar de Tong Tong Fair. Lekker makkel. Zo, we zijn inmiddels aangekomen in Den Haag en ik sta nu in het pashokje van de TK Maxx. Want we gingen Serena helpen om wat, een jurkje te vinden eigenlijk voor haar samenwerking. Maar ja, nu sta ik in een pashokje met eigen spulletjes. We zagen zoveel leuke dingen. Superleuke zomerjurkjes en ook wat pakken, wat jumpsuits.
Dus die ga ik even snel tussendoor ook proberen. Ja, dit is niet echt heel geweldig. Ja, ik weet het niet. Zo, ik sta hier ook in het pashokje en ik heb een aantal dingen aangetrokken. Niet alles zat goed, maar ik vind zelf deze bruine kimono wel heel erg cool. En wat ik hier onderaan heb is een soort van ja, tuinbroekachtig ding, maar dan heel vrouwelijk. Met van die dingetjes hier en dan is de achterkant zo helemaal open. Dus dat is wel heel erg cool met een bandeau eronder of misschien gewoon een normaal t-shirt. Dus deze vind ik denk ik wel heel erg cool, maar ik ben nog niet zeker. En voor de rest zijn hele mooie items. Deze vond ik zelf heel erg mooi. Maar met mijn huidskleur was het een beetje te veel matches. Maar we gaan even verder kijken. Oké, Serena en Tara vinden dit pak wel heel erg leuk staan. Maar zelf twijfel ik een beetje of ik het echt snel zou dragen. Maar ja. Nou, ik heb besloten om het toch niet te doen. Want bij twijfel niet inhalen. Wow, ik kom net deze tas tegen. En deze lijkt echt precies op mijn Rebecca Minkoff die ik thuis heb. De Julian backpack. Maar dit is een ander merk. Dit is Pita Jane of zo. En deze kost maar 20 euro. Hij lijkt er echt precies op. Oké, we zijn nu onderweg naar de Tong Tong Veer. En hier lopen Larissa en Serena. En ik heb er echt super veel zin in, want we gaan allemaal lekkere dingen eten en drinken. En kijken gewoon ontzettend naar uit. Jullie ook? Yeah. De Tong Tong Veer is een Indisch festival in Den Haag. En het is super leuk. Je kunt er allemaal dingetjes kopen. Je kunt er heel veel eten vooral. En we gingen er altijd heen met onze familie vroeger. Dus daarom zijn we zo excited. Ik wil ook martabak. Ja, een channel. Channel. Yes. Solas. Yum yum. Zo, we zijn er. Nou, we krijgen straks een leuke tour hier, hoewel we eigenlijk natuurlijk stiekem al wel weten hoe het eruit ziet hier. Want we kwamen hier eigenlijk op de Passer altijd elk jaar. Maar we zijn nu nog even aan het wachten en we zijn op de plantenafdeling beland natuurlijk. Als echte plantenvrouwtjes. Dus, even rondkijken. Dit is handig om te hebben. Indisch gaat koken. Ja. Dan heb je altijd je roetperoet tot je beschikking. Ja, super chill. Maar zou je die zo vers kunnen? Ik heb op zich wel interesse. Ja, meestal koop je gedroogde blaadjes, hè? Maar vers is misschien nog wel wat beter. En ik zag ook een pandanplant net. Deze denk ik. Nee. Deze. Is dit de pandan? Ja, dit is pandanblad. Oeh, dit is een pandanblad. Oh, dat ruikt zo lekker. Het is het allerlekkerste. Ze noemen dat de Indonesische vanille. Vanille noemen ze dat. Ruik je het? Nee, ik ruik niks. Durian. Oeh. Ik was daar heel even 1 seconde kwijt, maar het is duidelijk waar ze te vinden is. Oké, toen we binnenkwamen, toen roken we durian en volgens mij kregen we toen een soort van kortsluiting. Durian is een vrucht en dat stinkt extreem en deze gingen we proeven. Het is een soort van combinatie van brie en banaan. En de smaak is ook anders dan het ruikt. Oh. Ja, dat is waar. De smaak is wel echt lekkerder dan hoe het ruikt. Dat is wel een hele grote lis. Ik doe hapa. Lekker? Ik weet niet zeker. Ik ben niet vreselijk, maar... Blijft een noot achter. Het is niet mijn favoriet. Nee. Het is niet vies. Er is heeft hele lieve jurkjes gevonden. Dit is toch te leuk. Die is echt heel klein. Kleine batik. Je hebt hier ook kleine blousjes. Maar niet klein genoeg voor Marshall. Nee, het is weer nog te groot, denk ik, hè? Ja, deze is echt wel veel te groot voor hem. Dit is voor iemand van 2 of 3 misschien zelfs. Ja. Misschien zelfs 4. Wel erg cute, hé. Hey. Dus we zijn hier een beetje op het marktje aan het rondlopen. En kleine shoppings te doen. We proberen ons in te houden, een beetje. Eigenlijk niet echt. Nou, we hebben ons totaal niet ingehouden, dus kijk tot het einde voor een shoplog. Ik heb trouwens al iets geshopt en ik ga het even laten zien. Ik heb een saté barbecue gehaald. What? En hij is echt super lekker klein. Dus hij past op mijn balkon en dan kunnen ze al die saté zo hierop. Heel efficiënt en dan met deze erbij. En waaier. Nice. Heb je alleen dat gekocht of had je nog meer gekocht? Alleen dit. Oh, zou ik dat gelijk mijn... En ik heb een set onderzetters gekocht. Er zitten 4 stuks en ik ben hier echt zo dol op dit... Rotan. Riet, rotan-achtige vibe. Helemaal leuk. We zijn heel even gaan
gaan zitten, want we hebben honger. We kijken er eigenlijk al de hele tijd naar uit. Dus we zijn hier gewoon bij een theetje gaan zitten en hebben saté besteld. Nou, Serena en ik hebben saté gambing. Dat is saté gemaakt van schapenvlees. Schaap of geit. Schaap of geit. En Larissa heeft saté ayam. Ja, en dit is dan kleverijs erbij. En we hebben ook nog chendol besteld. Dus dat komt er zo aan. Slammetakko! En dan hier de iced chendol. En dit is een heel lekker drankje met vliebertjes. Het smaakt een beetje naar pandan. Er zit kokosmelk in, er zit suiker in. Het recept hebben wij ooit op YouTube gezet. Dus ik zou zeggen, ga naar de link in bio voor het recept. Super lekker. We hebben deze lekkere warme cakejes besteld. Oftewel de cookies. Cookies. Tijd om te eten. Larissa heeft ijs chocolade. Deze vind ik zelf heel erg lekker omdat het super zoet is en roze. Moet je de kleuren zien? Super lekker. En het smaakt een beetje naar rozen en fruit. En, heel tropisch eigenlijk vind ik wel. Ja, en Serena, die heeft ook iets lekkers. Waar is Serena? Oh, daar. Yeah. Oh, Serena loopt ergens daar. Die is op zoek naar eten. We gaan straks martabak kopen. Dat ik martabak kopen om te eten. En hoe ze dat maken is wel heel leuk. Laat ons zien. En Serena heeft hier frozen stroop soesoe. Zo'n mooie kleur. En stroop soesoe is een siroop die smaakt een beetje naar rozen. Heel lekker. En hier kan je martabak halen. Ik vond het altijd super fascinerend toen ik jong was. Ja. En jij hebt? Babi Guling. Kijk, het ziet er wel echt heel erg hip en leuk uit, vind ik zelf. Je hebt bijvoorbeeld ook de crackkip. Ik heb nu zelf deze besteld. En dat zouden pannenkoekjes zijn met pandan en lekker zoet. Dus ik ben heel erg benieuwd. Verder hebben we ook nog drankjes, koffie, ijsthee. En een limonade, volgens mij. Nou, wat Larissa heeft besteld, jongens. Hoe heet het? Tsunami pandan. Wat? Ja, nog één keer. Yes, ik ben hier weer. Twee tsunami pandan. Mijn god, jongens. Het waren een soort van pandan poppetjes. Ja. Met, wat is het eigenlijk? Saus. Wat? Wat is het? Ja. Ik kan ook proeven zo. Ja? Crunchy, fluffy en een beetje licht zoet. Ja, lekker. Lekker. Ja. Kijk eens wie we tegenkomen. Papa en zijn collega Sjors. Dan ga je gewoon staan en ga je gewoon zeggen dat wil ik. Gezelligheid. We hebben bintang. Lekker. Pap, doe zwaaien. Dankjewel. Yeah.
Hallo iedereen. Wacht even. Hallo iedereen. We zijn eventjes aan het improviseren en we hebben jullie even neergezet in een van deze kluisjes op Den Haag Centraal. Waar het geluid hopelijk niet al te heftig is, want we wilden nog even laten zien wat we allemaal hebben gescoord. Want we hebben echt ontzettend veel geshopt op de Tong Tong Fair. Ja. Veel meer dan andere jaren. Ja, dus ik zou zeggen, dit is onze Tong Tong Fair Hall. Ja. Die freaking piano. Nou, bij binnenkomst, ja echt hè. Bij binnenkomst kwamen we heel veel plantjes tegen. Dus ik heb een paar eetbare planten meegenomen. Een paar? Hoeveel daar? Ik heb 4 planten gekocht. Ja. Pandan, salam, jeroepoelt en Thaise basilicum. Maar ik moet zeggen dat de prijs wel fijn waren. Ja, dus. Het was iets van 5 euro per plantje. En dan die Thaise basilicum was 2,50. En ik kan met alles koken en ik heb er nu al zin in. Dan hebben we ook allebei een bomber, batik bomber gehaald. Dus dit is dan het zwarte model in de maat XL genomen. En dan de binnenkant is oranje. En hij is dus reversible. Dus je kan hem als je wilt binnen buiten dragen. Ja, en hij heeft een beetje gouden detail zo. Deze was 30 euro. En Larissa heeft dan eentje met een rode print en een zwart-witte print. En ik oranje en zwart en bruin. Dus die vinden we echt heel erg cool. We gaan nu de straat er weer op. Ja, de straat. Swag. Hier van die manden, voor als ik weer buiten ga eten of binnen. En dan gooi ik altijd alle ramen open. Er komen vet veel vliegen bij mij binnen. Dus deze dingen zijn dan heel erg handig. Ik heb 3 maten. Ja, ik hou hem wel even vast. Dan kan je het laten zien. Oeh, dan kan je eten eronder doen en dan komt er geen vliegje op. En dat staat echt serieus ook nog steeds gewoon heel erg leuk. Leuk hè? Ja. En dit zijn dus 3 maten voor 15 euro. Dan hebben we ook nog een hele hoop snacks. Dus natuurlijk sowieso spekkoek. En we hebben dadarkoedoem. Hoe heet het? Klepon. Klepon. Dat zijn pandanballetjes met kokos. Ja, mocht je nou klepon zelf willen maken, ik heb er een keer een video over gefilmd. Heel lang geleden wel. En ik zal even het linkje in de beschrijving zetten of in de i, als je die zou willen kijken. Maar ook altijd wel heel erg chill om gewoon een bakje te kopen voor thuis. Deze ja. Is van Laris. Dit is een soort van lepelhouder, maar ik ben er van plan om er mijn make-up kwasten in te doen. Dus dit vind ik wel echt heel leuk. Ja, ik vind hem heel cool. Echt heel leuk. Deze was 5 euro uit mijn hoofd. Kijk, een zakje Indomie. Nou, voor de Indomie lovers, jullie kennen dit wel. En ik zag dit zakje met chips, ik dacht, leek me lekker. En we hebben ook nog kwelapies gehaald. En dit is dus, ja, wat, ja, hoe moet ik dit uitleggen? Een soort van pudding-achtig jelly iets. En het is gewoon heel erg lekker. Goeie uitleg. Ja, ik weet niet waar het naar smaakt eigenlijk. Ja, een beetje zoetig. Beetje maar zoetig. Ik vind wel de textuur echt super lekker. Ja. Nou, we hopen dat jullie het gezellig vonden om deze vlog van ons te zien. En zo ja, geef hem een duimpje omhoog. En vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal als je nog geen abonnee bent. En zien we je heel graag terug in de volgende video. Doei! Doei.